Goedemiddag allemaal. Voor degenen die mij nog niet eerder gezien hebben, ik ben Nico Roorda. Mijn naam staat daar niet bij. Vanochtend heb ik een presentatie gegeven en vanmiddag gaan we wat samen in gesprek met elkaar over wat voor toekomst hebben bedrijven en wat mogen ze daarvan verwachten. Ik ga straks, over een paar minuten, vragen aan het panel om zich even heel kort aan jullie voor te stellen. Voordat ik dat doe, wil ik even een beetje peilen in de zaal. Wat voor beroepen er zoal in de zaal vertegenwoordigd zijn. Dus ik zou willen beginnen met bijvoorbeeld eens even te vragen. Willen alle klompenmakers even hun hand opsteken? Nee, misschien dat je me verkeerd begrijpt. Het is echt een heel eenvoudige vraag. Gewoon dat dus de klompenmakers even hun hand opsteken en even omhoog houden, zodat ik even kan tellen. Nou, dat werkt niet. De molenaars dan misschien. Molenaars, laat even zien. Geen molenaars. Nou, dat gaat lekker zo. En daar gaat je voorbereiding, hè? Ridders. Ridders, wie zijn er hier? We hebben een ridder. Maar ik weet niet zeker of ik dat bericht helemaal vertrouw. Ja, nou ja. Ik denk dat het duidelijk is wat ik aan het doen ben. Hè. Ik kan nog vragen naar de brugwachters bijvoorbeeld. Maar in het algemeen denk ik dat je begrepen zult hebben dat ik hier met opzet natuurlijk vraag naar een paar beroepen die nou misschien wel niet helemaal uitgestorven zijn, maar dan toch in ieder geval een stuk minder voorkomen dan vroeger. Laten we zeggen verdwenen of bedreigde beroepen. En ik wou eigenlijk jullie wel eens vragen, gewoon iedereen in de zaal, daar begin ik even mee. Zouden jullie nog eens wat van dat soort beroepen willen noemen? Verdwenen of bedreigde beroepen? Of zelfs hele branches misschien? Wie? Houthakkers, zetters. Waarom zetters? Drukwerk. Oh, dus drukkers misschien ook bedoel je? Oké, interessant. Zijn er hier drukkers in de zaal of zetters? Jullie worden bedreigd. Wat nog meer? Melkmeisjes, doe maar. Ja, behalve op schilderijen dan misschien. Allemachtig. Ja, nee, maar dat kan, dat is prima. Ik had het over ridders. Nou. Ja, wat nog meer? Melkboeren. Wat nog meer? Turfstekers. Turfstekers, ja. Ja, ik heb er zelf ook even over nagedacht. Ik heb er een klein lijstje van gemaakt van wat. Kijk, ik heb er hier een stel neergezet. Grotendeels verdwenen, bedreigd en misschien binnenkort bedreigd. Oh, trouwens, hij staat een beetje vreemd. Hij staat helemaal niet op. F5 doet het ook? Oh, dat wist ik niet. Ja, die moest ik hebben. Dat ziet er beter uit. Ja, precies. Oh ja, kijk, en nou kan ik hem opbouwen, want anders heb ik het al weggegeven. Dat is ook wat. Ja, dat is niet leuk. Kijk hier. Nou, grotendeels verdwenen. Klompenmakers, molenaars, brugwachters, die had ik genoemd. Maar ook schaapherders, schoenlappers, IJsselmeervissers. Je kunt natuurlijk met mijn vermenging verschillen dat dat relevant is. Maar goed, dat is dan een leuke discussie die we ook een keer gaan voeren. Bedreigd. Voor het panel zal ik het even voorlezen. Misschien wel zo vriendelijk. Fotochemische bedrijven, drukkerijen, desktop publishers, papierindustrie, muziekindustrie, kaartjesverkopers en kleine kruideniers. Daar hebben we inderdaad ook de drukkers dus en de zetters. Misschien binnenkort bedreigd. Heb ik er ook nog bij staan. Typisten. Treinmachinisten. Rijlesinstructeurs. Waarom zouden die bedreigd kunnen zijn? Worden. Als de auto zelf rijdt, hè? Ja precies. Wat moet je dan nog? Cashiers, vertalers, veeboeren, infanteriesoldaten. Wie weet wel, luchtwachtmensen. Gelddrukkers. Ja, dit is een belangrijk moment. Hè. Wat we hier aan het doen zijn, is een soort van red list opstellen. Ik weet niet of je dat wat zegt. De rode lijst van bedreigde planten en diersoorten van de IUCN. Zo'n lijst kun je ook opstellen voor beroepen. Nou, daar heb je hier een voorbeeldje van. En die lijst kun je nog veel verder uitbreiden. Dit soort beroepen en branches hebben wellicht weinig tot geen toekomst. Het thema van vandaag is toekomstgericht ondernemen. Ja, bedrijven die geen toekomst hebben. Goedemiddag, heren.
Dick Roda.